Goedendag, welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van vrijdag 10 juni. Met vandaag meer geld nodig voor wetenschappelijke bibliotheek. 5 ontwerpen gepresenteerd van Nieuwbouw Museum Arnhem. En tolerantie van homo's teruggelopen. Bij de politie zijn inmiddels tientallen tips binnengekomen over de zware mishandeling van een jongen op Koningsdag in de Ketelstraat. De 18-jarige jongen uit Lunteren werd volgens getuigen maar liefst 25 keer tegen zijn hoofd geschopt en ook zijn broertje van 14 kreeg rake klappen. Een aantal tipgevers hebben namen genoemd van de mogelijke daders. Het zou gaan om 8 daders. Hier ziet u foto's van de mogelijke daders. Tips over dit gruwelijk voorbeeld van zinloos geweld zijn bij de politie nog steeds erg welkom. Als er structureel geen geld bij komt voor Bibliotheek Arnhem, dan is dat mogelijk het einde van de wetenschappelijke collectie in de Gelderland Bibliotheek. Die collectie wordt nu veel gebruikt door studenten van opleidingen in heel Gelderland, maar ook door mensen die aan zelfstudie doen. Pieter Pluijgers sprak hierover met de directeur van de bibliotheek, Ria Oudega. Waarom zou het zonde zijn als wetenschappelijke bibliotheek sterk ingekrompen wordt? Ja, omdat het een hele bijzondere bibliotheek is. De wetenschappelijke functie die we hebben. Sinds jaar en dag, al heel lang. Het heeft een prachtige collectie. Ook oudere werken, maar ook hedendaags wetenschappelijk materiaal. Met als zwaartepunt trouwens geschiedenis. Want de wetenschappelijke bibliotheek in Nederland, die hebben daar de wetenschappelijke steunbibliotheek, heet het eigenlijk. Daar zijn er 14 van en die hebben de zwaartepunten verdeeld. En wij hebben geschiedenis en dat past fantastisch bij ons stad. En ook bij de oorlogstijd. En de aandacht die we hebben voor de bombardementen en Brug te Ver en de hele liberation-beweging. Nu moet er 6 ton bezuinigd worden. Wat gaat dat precies betekenen voor de wetenschappelijke bibliotheek als onderdeel van Bibliotheek Arnhem? Ja, wist ik het maar. Het is een wat flauw antwoord misschien, maar dat moeten we nog met elkaar gaan uitzoeken. Dat is ook het voornemen. En dat moeten wij delen met de ondersteuningsinstelling voor de Gelderse bibliotheken. Wij kregen een vrij relatief klein deel van de beschikbare subsidies, zijn een veel groter deel. Hoe die verhouding zal uitwerken weten we niet. Dat moet nog uitgewerkt worden, maar ik heb toch dit signaal willen afgeven in de speciale commissie van de Staten en tijdens de hoorzitting. Om te zeggen, ja maar kijk uit wat je doet. En ik vind ook overigens dat onze collega-bibliotheken in de provincie daar iets over zouden moeten kunnen zeggen. Want wij ondersteunen hun daarbij op dat punt. Er moet ergens gesneden worden. Dus sowieso gaat het consequenties hebben. Ja, ja, dat denk ik wel. Maar de mate waarin en hoe diep de wonden gaat, dat weet ik niet. Overigens moet ik er ook bij zeggen dat het snijden, dat heeft te maken met het beschikbaar maken van flexibel programmeergeld, zoals dat heet. En het blijft wel beschikbaar voor de bibliotheek in het algemeen en in Gelderland. Dus het verdwijnt niet uit onze bibliotheeksector, maar het is bedoeld voor kortere projecten, niet structureel meer en wisseling enzovoort. Gisteravond zijn in de showroom aan het Kleine Oord de 5 ontwerpen gepresenteerd die gemaakt zijn voor Museum Arnhem. Uit die 5 moet de jury het winnende ontwerp kiezen. Kijkt u naar de 5 ontwerpen. Het geld dat eerst voor Arta was gereserveerd gaat voor een gedeelte naar de nieuwbouw van Museum Arnhem. Het gaat om een bedrag van 11,2 miljoen euro. Op 27 juni wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt. Neushoornjong Thomas is in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juni voor het eerst buiten te zien voor bezoekers van Burgers Zoo. Kinderen die de Arnhemse dierentuin die dagen bezoeken, mogen daarnaast gratis een poster van Thomas meenemen. Het neushoornjong werd maandag 30 mei in alle vroegte geboren. Breedlip neushoorn Kwanza bracht haar zoontje destijds om 10 minuten over 4 in de ochtend ter wereld. Als het dier in het weekend van 25 en 26 juni bijna 3 weken oud is, is het tijd om naar buiten te gaan in de safari. Iedereen kan vanaf die datum de jonge neushoorn aanschouwen. Coffeeshop Pinguin aan de Hommelseweg moest van burgemeester Keizer deze week de deuren sluiten. De eigenaar van de shop is niet de bedrijfsleider en dat moet wel volgens de gemeentelijke regels.
D66 wil er het fijne van weten en gaat hierover maandag vragen stellen aan de burgemeester. Pieter Pluijgers sprak met D66-gemeenteraadslid Suzanne van Ommen. Bent u het eens met burgemeester Keizer om de koffieshop De Pinguïn te sluiten op de Hommelseweg? Nou ja, de politiek gaat niet over de rechtspraak. Maar ik ga ervan uit dat wanneer een burgemeester een koffieshop sluit, dat hij daar goede redenen voor heeft. Ik ben het niet eens met één van de redenen om de koffieshop te sluiten. Dat de eigenaar zelf in de zaak moet staan. Dat klopt. In januari hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend. Dat is aangenomen door de gemeenteraad. En we willen daarmee het uitsterfbeleid afschaffen. In juni komt de burgemeester met een uitwerking van het voorstel naar de raad. En dan zal de nieuwe regel zijn dat niet meer een eigenaar constant in de koffieshop aanwezig moet zijn. En hij is dan niet de enige beheerder. Dan kunnen er meer mensen op de vergunning worden bijgeschreven. Dus dat is wel een beleidsmaatregel die we willen aanpassen. Maar op dit moment geldt het oude beleid nog. Dus ja, de burgemeester stond volledig in zijn recht. Waarom bent u tegen het uitsterfbeleid? Nou, wij vinden het van de zotte dat het koffieshops in Arnhem per definitie automatisch moeten sluiten. Op het moment dat daar verder geen enkele andere aanleiding toe is. Het uitsterfbeleid is bedacht om de overlast terug te dringen. In de tijd dat er heel veel koffieshops waren, er zijn er nu 11. Dat past prima bij een grote gemeente als Arnhem, een grote stad. En wij willen dan ook absoluut niet dat er minder koffieshops komen. Want uit elk onderzoek blijkt, ook van onze overheid zelf, hoe meer koffieshops, hoe minder overlast. En je hebt gewoon veel voldoende beheersbare kleine koffieshops nodig. En daarom moeten er geen koffieshops meer sluiten. Want dan krijg je natuurlijk straathandel, et cetera. En dat is wat je helemaal niet wil. De tolerantie van homo's is slechter geworden. Er komen bij het COC steeds vaker meldingen van geweld en bedreigingen binnen tegen homo, bi en transseksuelen. Pieter Pluijgers sprak hierover met Suzanne van Ommen, gemeenteraadslid namens D66, die er maandag vragen over gaat stellen aan de burgemeester. Het klimaat in Arnhem is niet erg gunstig voor homoseksuelen, lesbiennes en transgenders en biseksuelen. Hoe komt dat? Ik denk dat het iets is van alle tijden. En wellicht omdat er meer media-aandacht voor is, dat het wat meer bekend wordt. Uit onderzoek blijkt wel dat de acceptatie van homo's toeneemt. Homo's, ik bedoel dan natuurlijk LHBT'ers. Bij transgenders ligt dat nog wat anders. Daarom zijn we daar ook constant mee bezig. Want het is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient. Ik heb vragen gesteld en de wethouder heeft toegezegd dat er voor Coming Out Day een regenboogzebrapad komt. Er komen LHBT-vriendelijke stoplichten. En dat lijken misschien heel symbolische kleine maatregelen. Maar mensen staan op die plek wel letterlijk stil bij wat het betekent. En de samenleving wordt er ook een stukje vrolijker en kleurrijker van. We houden enquêtes op de Korenmarkt, hebben we onlangs gedaan. Dat gaan we in de zomer weer herhalen. Om een goed beeld te krijgen van hoe is het nou eigenlijk gesteld met discriminatie op de Korenmarkt. En aanstaande maandag ga ik ook vragen stellen over de proef met anoniem solliciteren die de gemeente momenteel doet. Wat kunnen lagere scholen en middelbare scholen doen aan homodiscriminatie? Ook in het kader van de seksuele diversiteitsagenda. Ja, wat mij betreft moet er voorlichting gegeven worden op alle scholen. Want het begint natuurlijk bij de jeugd. Als die al intolerant zijn, ja, dan wordt het later, is het moeilijk om dat beeld nog bij te stellen. En als je al kinderen laat zien dat het heel normaal is, van wie je ook houdt en wat je voorkeuren ook zijn, of welke huidskleur je hebt, of wat dan ook, dragen ze hun hele leven mee. En dan heeft dat een heel erg lang effect. En dan heeft dat een sneeuwbaleffect naar hun kinderen en naar de mensen met wie ze omgaan. En ja, voorlichting is wat ons betreft echt key. Je hebt kritiek op het COC dat men niet met concrete cijfers komt. Nou, kritiek. In de Gelderlander staat dat ze wel zien dat het aantal meldingen toeneemt van discriminatie. Maar dat ze die tegelijkertijd niet registreren. En dat vind ik heel jammer. Want als politiek heb je natuurlijk cijfers nodig om beleid op te maken. En het is heel erg belangrijk dat mensen discriminatie melden. Want dan kan er actie op ondernomen worden. En ik zou het COC dan ook wel willen oproepen om hun leden vooral aan te zetten tot zeker het doen van meldingen. Zoveel mogelijk. En als het gebeurt, dan moeten wij dat natuurlijk weten. Want dan kunnen we er wat aan doen. Dan nog het weer.
was vanmiddag droog en zonnig bij een temperatuur van een graad of 22. Morgen is het bewolkt, maar ook schijnt de zon af en toe. En de temperatuur verandert maar weinig. Zondag draait de wind naar het zuidwesten en trekken enkele buien over het land. Bedankt voor het kijken, fijne dag en tot morgen.